Rovere is het Italiaanse woord voor eik. Maar ook een collectie halfmassieve parketvloeren die uiterst stabiel zijn en geschikt voor alle nieuwbouw- en renovatietoepassingen. Een halfmassief of meerlaagse parket, wat is dat juist? Wel, dat is een houten vloer opgebouwd uit meerdere lagen. Rovere-vloeren bestaan uit drie lagen. Een eikenhouten toplaag met een dikte van 3 mm wordt verlijmd op een drager van populier hout. Voor extra stabiliteit wordt onderaan nog een balancer in populier fineer voorzien. En de drager en de balancer hebben samen een totale dikte van 11 mm. Rovere is een budgetvriendelijke optie, omdat deze eikenhouten parketvloeren met een totale dikte van 14 mm net 1 mm dunner zijn dan standaard meerlaagse vloeren. Die hebben immers een toplaag van 4 mm dik. Toch is er producttechnisch geen enkel verschil tussen Rovere-vloeren en standaard meerlaagse vloeren. Ook qua comfort en levensduur doet deze parketcollectie het voortreffelijk. We krijgen regelmatig de vraag of je de eiken toplaag van Rovere-vloeren nog kan herschuren. Het antwoord is heel duidelijk ja. Als je aan een vakman vraagt om je parket opnieuw te schuren, wordt er immers maar ongeveer 0,2 tot 0,4 mm van de toplaag weggehaald. Dat betekent dat je Rovere-vloer verschillende generaties mee kan, want een vloer herschuren doe je zelden of nooit. Er bestaan tegenwoordig per slot van rekening genoeg opties om je parket te vernieuwen waar geen schuren aan te pas komt. De eiken Rovere-vloeren zijn er in verschillende afwerkingen en sorteringen naar ieders smaak. Deze Rovere in natuurolie is een vloer met een klassieke sortering. Het onderhoud van deze mooie Rovere-vloer gaat eenvoudig en snel. Bescherm je parketvloer meteen na plaatsing met een onderhoudsolie of conditioner. Stofzuig regelmatig, maar beperk lichtvochtige reiniging tot een minimum en gebruik altijd aangepaste reinigingsproducten. Nog vragen? Bij het verkooppunt in je buurt helpen ze je graag verder.